Yes, leuk dat jullie kijken naar een nieuwe video van autorij.nl. Mijn naam is Bart en zoals je ziet staat vandaag de Mazda CX-5 in de schijnwerpers. En met goede reden, want voor modeljaar 2023 introduceert Mazda zogeheten Mazda M-Hybrid technologie. Ja, wat houdt die technologie precies in? En nog belangrijker, wat heb jij er als gebruiker aan? En dan nog een belangrijke vraag, wat heeft deze CX-5 voor 2023 allemaal te bieden? In deze video ga ik antwoord geven op al die vragen, dus ik hoop dat jij er zin in hebt. Ik in ieder geval wel. Laten we deze video snel beginnen. Ja, Mazda M-Hybrid technologie. Wat houdt dat nu precies in? Ga ik jou haarfijn uitleggen. Onder de motorkap van een benzineversie van de CX-5 modeljaar 2023 schuilt altijd een zogeheten ISG, een afkorting voor een Integrated Starter Generator. En die vervangt de conventionele startmotor. Nou, wat doet die ISG? Heel simpel, die maakt het mogelijk om bijvoorbeeld tijdens het uitrollen of afremmen van een CX-5 energie terug te winnen. En die energie, die wordt teruggewonnen, die wordt weer opgeslagen in een 24 volt lithium-ion batterij verwerkt tussen de wielen. Heel slim van Mazda, want ze gaat natuurlijk ook geen kostbare interieurruimte verloren. Nou, die benodigde energie uit die batterij, die wordt weer gebruikt door de ISG, want die fungeert ook als elektromotor, om de benzinemotor tijdens accelereren te ondersteunen. En dat is weer heel erg gunstig voor het brandstofverbruik. Wat Mazda noemt een brandstofverbruiksreductie van ongeveer 10%. Oftewel, de CX-5 is voor modeljaar 2023 ongeveer 10% zuiniger geworden. En dat Mazda M-Hybrid systeem, dat wordt in de volksmond ook wel een mild hybride systeem genoemd, oftewel een MHEV. Maar ja, wat doet MHEV nu precies? Dat is lastig uit te beelden, of toch niet? We hebben een heel erg leuk voorbeeld met een e-bike. Komt-ie! Ja, want kijk eens eventjes, ik heb hier een e-bike, hè, te herkennen aan de accu, en een non-e-bike, oftewel een conventionele fiets. We gaan op beide fietsen vertrekken in de derde versnelling. En dan moet jij eens opletten wat het verschil is met en zonder ondersteuning. Ja, zoals je ziet, ik ben eventjes gaan zitten in de Mazda CX-5. Want er is nog veel meer te vertellen over de benzine aandrijflijnen van deze familie SUV. Wat dan? Nou, Mazda past onder meer cilinderuitschakeling toe op alle benzinevarianten. En dat houdt in dat bijvoorbeeld wanneer je op de snelweg aan het rijden bent, dat de krachtbron cilinderuitschakeling toepast om het brandstofverbruik nog verder te reduceren. En Mazda voert ook wijzigingen door in het motormanagement systeem, om ook bijvoorbeeld de CO2-uitstoot van deze auto nog verder te reduceren. Ja, en weet je wat nou grappig is? Deze CX-5 is dus vanaf nu geëlektrificeerd, maar dat gaat niet ten koste van het geremde trekvermogen. En dat is heel erg goed nieuws voor de fans van de CX-5, want deze SUV is een van de populairste caravan-trekkers van Nederland. De basisversie, bijvoorbeeld 165 pk in combinatie met handbak, die mag geremd al 1800 kg trekken. En ga je voor een variant met automaat of kies je voor een 194 pk sterke mild hybride aandrijflijn, dan neemt het geremde trekvermogen al toe tot 2000 kg. En dat is meer dan genoeg voor een grote aanhanger of natuurlijk voor een grote caravan. Maar goed, wat merk je nu als bestuurder in de praktijk van dat mild hybride systeem van Mazda? We gaan een stukje rijden en dan ga ik je daar alles over vertellen. Zo, dan geven we eventjes gas. Ja, en dan merk je toch wel dat die benzinemotor net dat extra zetje in de rug krijgt van die ISG. Eigenlijk precies zoals we net hebben laten zien met het voorbeeld van die e-bike, met die geëlektrificeerde fiets. Als je het systeem niet hebt, dan moet de aandrijflijn in dit geval net wat meer moeite doen om op tempo te komen. En met behulp van zo'n ISG, een elektromotor, krijgt zo'n benzinemotor net dat extra zetje om toch wat vlotter van zijn plek te komen. Ja, echt omkijken daarna heb je helemaal niet. Sterker nog, je krijgt niet eens informatie in beeld. Bijvoorbeeld dat je wat energie terugwint. Dat doet Mazda allemaal niet aan. Dus het is gewoon lekker rustig. De auto doet gewoon het werk voor je. En ondertussen bespaar je dus wat brandstof. Wel even een kleine kanttekening. Want dat is natuurlijk wel sterk afhankelijk van je eigen rijstijl. Als je echt continu gaat jakkeren, wat overigens goed kan met zo'n CX-5, want het is nog steeds een van de meest dynamische SUV's in zijn segment. Je gooit hem een bocht in en hij ligt heerlijk in de bocht.
ja, dan merk je natuurlijk wel dat het brandstofverbruik wat sterk oploopt. Maar als je gewoon rustig aanrijdt, hè, dus gewoon netjes opschakelen. We rijden nu overigens met de handbak met 1800 kilogram geremd trekvermogen. Als je de automaat pakt van de 165 pk sterke benzinemotor, dan krijg je 2000 kilogram geremd trekgewicht. Als je de sterkere motorvariant pakt met 194 pk, dan heb je zelfs altijd 2000 kilogram geremd trekvermogen. Toch wel prettig om te hebben. En zoals gezegd, de caravanrijder zal er heel erg blij mee zijn. Zo'n mildhybride aandrijflijn komt overigens goed tot zijn recht in stadsverkeer. Bijvoorbeeld stop-startverkeer. Stel, je moet eventjes stoppen voor een stoplicht. Je rijdt weer weg, toch wel vaak voorkomend in de stad. Dan wint die auto eigenlijk continu energie terug. En dus kun je dus continu het brandstofverbruik drukken. Op de snelweg natuurlijk, dan min je iets minder energie terug. Maar ook dan merk je wel dat hij net wat zuiniger is met brandstof. Weer even het gas erop. En ook die 165 pk sterke versie. Die komt gewoon prima van zijn plek, hoor. Sowieso die handbakken van Mazda, die zijn heel erg prettig. En nu wil je toch in het interieur zitten. Mazda heeft nog wat aantal andere dingen doorgevoerd voor modeljaar 2023 bij de CX-5. Nou, wat dan onder meer? Nou, onder meer een draadloze inductielader voor de telefoon. Wel zo handig om te hebben natuurlijk. En wat je ook goed merkt is dat Mazda het afwerkingsniveau van deze CX-5 continu naar een hoger plan tilt. Mazda doet eigenlijk niet zozeer aan facelifts. Eigenlijk doet de fabrikant elk jaar een model een update geven en elke keer wordt die wat beter. Nou, bij deze CX-5 modeljaar 2023 valt op dat het afwerkingsniveau dus weer net wat beter is dan voorheen. Je mag het bijvoorbeeld Japans vakmanschap noemen. Mazda noemt dat zelf bijvoorbeeld. Ik noem het gewoon keurig afgewerkt. Mooie stikseltjes ook hier op het dashboard. Pookje ook mooi afgewerkt. Het stuurwiel ligt lekker in de hand met mooi leder afgewerkt overigens. Het materiaalgebruik in deze CX-5 is gewoon heel erg goed voor elkaar. Overigens ook heel erg leuk, de CX-5 is wat meer te personaliseren dan ooit. Want je hebt bijvoorbeeld uitvoeringen als de Homura, de Newground of de Takumi. De Takumi variant is de absolute topmodel. Maar de Homura bijvoorbeeld, die heeft leuke rode details in de grill. Mooie zwarte lichtmetalen velgen. En ook in het interieur krijg je dan wat rode details. Maar wij rijden nu in de Newground versie. En die kun je eigenlijk heel makkelijk herkennen aan die groen-gele biesjes hier. Stikseltjes op de stoelen. Ziet er wel heel erg leuk uit en ook in de grill komt dat groen-gele accent terug. En dan zijn we er nog niet, want Mazda heeft ook de uitrusting van deze CX-5 weer net naar een hoger niveau getild. Onder meer met Apple CarPlay en Android Auto en bijvoorbeeld USB-C laadpoorten. Toch wel handig met de modernste smartphones, maar ook het aanbod rijhulpsystemen is net weer naar een hoger plan getild. Nou, waar moet je aan denken? Onder meer aan een waarschuwingssysteem voor kruisend verkeer achter, een adaptieve cruise control, een botspreventiesysteem met fietsersherkenning, dode hoekbewaking, vermoeidheidassistent, verkeersbordenherkenning, ga zo maar door. Eigenlijk alles wat je mag verwachten op een moderne auto in dit segment anno 2023. En voordat ik het vergeet, ook nog eventjes een praktische verbetering van de CX-5. De Newground variant heeft in dit geval ook een omkeerbare laadvoerplaat. Wat houdt dat in? In de bagageruimte heb je natuurlijk een soort van bodemvloer. In dit geval heeft hij een stoffenafwerking, maar als je hem omdraait, dan zit er ook nog een handige coating op. Een water- en vuilafstotende coating, zodat je bijvoorbeeld ook je modderlaarzen op kunt plaatsen, mocht je eventjes een boswandeling hebben gemaakt. Wel zo handig. Dus, eventjes kort samengevat, de Mazda CX-5 is dus voor modeljaar 23 net wat completer dan ooit. En hij is dus ook nog eens geëlektrificeerd. En dat is heel erg goed nieuws. Waarom? Nou, omdat die CX-5 gewoon een ontzettend populaire SUV is en blijft. Wereldwijd is de CX-5 bijvoorbeeld het populairste model van Mazda. En dat zegt eigenlijk genoeg. En dat was hem wel, de video over deze Mazda CX-5 met dus mild hybride aandrijflijn. Wat vond jij ervan? Laat het eventjes weten in de reacties onder deze video. Geef deze video natuurlijk ook eventjes de welbekende duim omhoog. Vergeet je ook niet te abonneren op ons YouTube kanaal. Daar worden wij weer heel erg blij van. En mocht je nog een vraag hebben, stel ze gerust eventjes in de comments onder deze video. Voor nu, heel erg bedankt voor het kijken en graag tot een volgende video. Hoi hoi!